Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Ertsberg. Mijn gast vandaag is Nicolas Boeteka. Hij heeft een boek geschreven over een onderwerp waarvan je in de eerste plaats zou denken van oei, dat klinkt wat zwaar, de Belgische staatshervormingen. Maar het is een zeer interessant onderwerp. Het is dan ook een zeer lijvig, interessant boek geworden. En ik ben heel blij dat ik vandaag met de auteur kan spreken om wat dieper op het onderwerp in te duiken. Welkom Nicolas. Goedemiddag. Misschien om te beginnen, een standaardvraag die ik aan heel veel auteurs stel. Waar zat de inspiratie om te beginnen aan Only in Belgium? Eigenlijk bij het feit dat ik daar al heel lang les over geef, over Belgisch federalisme, is een van de cursussen aan de Universiteit Gent die ik doseer al een heel lange tijd. Op een of andere manier begin je ook wel voor een stukje te vereenzelvigen met het thema waar je dag in dag uit misschien les over geeft. En dat is een beetje de reden waarom ik dit in een boek wilde gieten. Ik vind het razend interessant. En omdat ik er zoveel mee bezig ben, vind ik het misschien nog interessanter. En dat is ook typisch, denk ik, hè, als je met dingen intensief bezig bent, dan vind je ze meer en meer interessant worden. En dan dacht ik van, veel mensen vinden dat eigenlijk oninteressant, hè, zoals je terecht zei in de inleiding. Veel mensen vinden staatshervorming ongelooflijk moeilijk, ingewikkeld, misschien zelfs overbodig. Maar als je er begint over na te denken, over te lezen, over te doseren ook, dan begin je de zeer ingenieuze staatshervorming te zien, de ingenieuze beslissingen die vaak ook zijn genomen in die staatshervormingsgeschiedenis. En dan begin je dat heel erg leuk te vinden en interessant te vinden. En dan denk ik, misschien moet ik daar andere mensen ook van overtuigen, van hoe fijn het wel is om veel te weten van die staatshervorming. Dat is ook een van de doelstellingen van het boek, hè. Ik denk dat er zeer veel mensen niet geïnteresseerd zijn in staatshervorming, omdat ze het te moeilijk vinden misschien en omdat ze er eigenlijk weinig van afweten. Ik denk, hoe meer je ervan afweet, hoe interessanter het er alleen maar wordt. Dat geldt voor vele onderwerpen, denk ik, in onze samenleving, maar zeker ook voor staatshervorming. Hoe meer je daarover weet, hoe meer je daarover leest, hoe fijner je het vindt om er nog meer over te lezen en er nog meer over te weten. Dus dat is de reden. Ik wil mensen eigenlijk een beetje warm maken voor het onderwerp staatshervorming door er zeer veel informatie over te geven. Maar voor alle duidelijkheid, zoals je al zei, u doseert over het onderwerp, maar dit boek is niet bedoeld als studieboek voor uw studenten, hè? Nee, het is geen cursus staatshervorming. Het is eigenlijk een beetje een combinatie van... Er bestaan al wat boeken over staatshervorming, die in het verleden zijn uitgegeven, denk ik. Maar die zijn... maar ik wil ook niet negatief klinken over die boeken, dat zijn allemaal zeer goede boeken geweest. Maar die zijn misschien wel wat oppervlakkiger dan het boek dat hier wordt gepresenteerd, denk ik. Het is een beetje de bedoeling van het boek om toch wel een zekere verhalende stijl te brengen over wat is die staatshervorming geweest, hoe is ze er gekomen, wat is de context waarin die staatshervormingen zijn tot stand gekomen, waarom zijn die staatshervormingen gekomen, dat in eerste instantie. En in tweede instantie probeer ik toch ook wel wat de fijnmazigheid mee te geven van het onderwerp. Hè. Als je er iets over wil weten, dan durf ik wel wat meer in de diepte gaan dan de boeken die misschien ter beschikking zijn op dit moment over staatshervorming. Het is ook geen puur juridisch boek geworden. Hè. En daar ligt ook wel het verschil met, er is wel fijnmazig werk over staatshervormingen, maar dan is het vaak heel erg juridisch van aard. Dit is een beetje een politiek-wetenschappelijke benadering, een beetje een journalistieke benadering misschien zelfs. De verhalende stijl doet wat journalistiek aan en maakt het misschien wat aangenamer en verteerbaarder om te lezen, maar wat ik niet wilde verliezen is een zekere diepgang. En daar doet het misschien wel een beetje denken aan een cursus Belgisch federalisme. Als je iets wil weten over de financieringswet, hoe die in elkaar zit, dan ga je het in het boek ook wel gaan lezen. Hè. Het gaat verder dan de financieringswet. Dat is een wet die de geldstromen regelt tussen de deelstaten. Ja, dat is zo. Dat is een financieringswet en dat zal je in heel wat populairdere boeken over staatshervorming terugvinden. Maar dan probeer ik ook wel uit te leggen hoe die geldstromen in elkaar zitten en welke redeneringen achter de beslissingen zijn. Zitten die genomen zijn in die financieringswet. Hè. Hoe gaan we dat gaan doen? Gaan we werken met dotaties bijvoorbeeld? Waarom zou je werken met dotaties? Dat is een vorm van herverdeling. Hè. Dan maak je het makkelijker om geld te gaan herverdelen tussen de Belgen. Of werk je met fiscale autonomie? Dat zou je ook kunnen doen. Waarom zou je dat doen? Dat is bijvoorbeeld om
deelstaten meer verantwoordelijkheid te laten opnemen in hun eigen inkomsten. Hè, om niet zomaar het geld uit te geven, maar beter te gaan nadenken over ja, waar gaan we dat geld aan gaan besteden. Dus ook een beetje die ideologische, filosofische discussies achter dergelijke ingewikkelde beslissingen tracht ik wat nader toe te lichten. Dus in die zin probeer ik er wat meer, ja, toch wel wat dieper in te gaan op het onderwerp dan misschien in traditionele boeken over de staatshervorming naar voren komt. Maar tegelijkertijd tracht ik ook geen droge juridische tekst te brengen. Dus het is een, ja, het zat een beetje op die twee lijnen, namelijk geen droge tekst brengen en tegelijkertijd voldoende diepgang te brengen om de lezer ook iets bij te brengen. Ja, dat klopt inderdaad wel. Het is inderdaad heel verhalend, dat heb ik zelf gemerkt. Het leest heel aangenaam, maar het is wel geen dun boek geworden. Hè. Het is een lijvig boek geworden van... Denk je dat misschien zou afschrikken van, of is dat toch een bewuste keuze geweest van, nee, kijk, ik ga toch uitgebreid genoeg houden om voldoende details mee te geven en achtergronden mee te geven en er ergens dan ook een beetje een naslagwerk van te maken? Ja, u zegt het eigenlijk perfect. Hè. Dat was van meet af aan de bedoeling. Hè. Toen ik de uitgever benaderde van ik zou graag een boek rond Belgisch federalisme schrijven, of de Belgische staatshervormingen schrijven, toen zei ik onmiddellijk, het zal een dik boek worden. Karel Drabbe, dan de uitgever, die vroeg me, ja, een dik boek, wat stel je daarbij voor? Ik zei, dat gaat over enkele honderden pagina's. En dan vond hij het misschien toch iets om eerst eens over na te denken, want zo'n dikke boeken natuurlijk, ja, die zijn wat duurder om uit te geven en zo verder. Dus, maar het was wel van meet af aan de bedoeling om dat te gaan doen, omdat het inderdaad een soort van naslagwerk moet worden of zijn in dit geval. Ik zou graag hebben dat het boek bij mensen die op in de boekenkast staat, bij mensen die zeggen van ik wil daar af en toe nog eens naar teruggrijpen. Het is niet de bedoeling per se om het boek van kaft tot kaft in één ruk uit te lezen. Nu, u kan dat doen als u dat wil. Maar met dat opzet is het boek ook niet volledig geschreven. Het is een combinatie van een naslagwerk, een boek dat relatief fijn moet zijn om te lezen. En tegelijkertijd tracht ik ook een aantal actuele onderwerpen te benaderen. Hè. Het boek valt een beetje uiteen in de geschiedenis van de staatshervormingen. En er zijn ook een aantal stukken gewijd. Per hoofdstuk is er een soort van essay gewijd aan een zeer actueel onderwerp. Hè. Bijvoorbeeld herfederalisering. Is dat een goed idee of is dat een slecht idee? Wat moet er gedacht worden over een volgende zevende staatshervorming? Komt die hier of komt die hier niet? Wat zijn de mogelijkheden om eventueel een zevende staatshervorming te realiseren? Wat zijn de voor- en nadelen van federalisme? Dus ook wat meer dergelijke aspecten worden behandeld in het boek. Waardoor het denk ik een boek is wat je nogmaals niet in één ruk moet uitlezen. Je kan het in verschillende keren uitlezen. Je kan er naar teruggrijpen. Er staat ook een zakenregister in, wat het makkelijk maakt om dingen op te zoeken. Stel dat u iets wil weten over de financieringswet, dan krijgt u onmiddellijk een overzicht van op die bladzijde wordt gesproken over de financieringswet. Dus dat is onmiddellijk ook de bedoeling geweest. Ik wil het relatief gedetailleerd hebben over hoe die staatshervorming in elkaar zit. Hoe zit onze staat op dit moment in elkaar? En hoe is men daartoe gekomen? Hè? Wat zijn de redeneringen die gespeeld hebben in het verleden? Dat zijn vaak ook redeneringen die vandaag nog spelen. Hè? Hoe men in 1970 dacht over staatshervorming. Ja, dat zijn elementen die vandaag nog terugkeren. Hè? Om het heel concreet te maken, als je spreekt over Brussel bijvoorbeeld. Ja, wat gaan we doen met Brussel? Is altijd een moeilijk probleem geweest in die staatshervorming, in dat ganse proces. Wel, vandaag de dag, als men spreekt over Brussel, dan hanteert men nog altijd dezelfde logica's als in 1970. Hè. Moet dat een sterk Brussel worden? Moet dat een groot Brussel worden? Moet Vlaanderen een voet aan de grond houden in Brussel? Of moeten we Brussel volledig loslaten? Mag dat iets zijn dat op zijn eigen bestaat? Het zijn redeneringen die in de huidige staatshervorming nog altijd terugkeren. Hè. CD&V bijvoorbeeld is een partij die heel duidelijk zegt dat idee van vier gewesten of van vier deelstaten, waar sommigen naartoe willen, een België van vier, ja, wij hebben daar twijfels bij, vooral dan omdat we serieuze voet aan de grond willen houden in Brussel. Wij moeten als Vlaanderen daar een voet aan de grond houden, zegt de CD&V. Dat zijn redeneringen die in 1970 ook al speelden en zelfs in 1960 al speelden. Dus in die zin, ja, vrij gedetailleerd ga ik in op hoe het eruit ziet, maar ook op de logica's die toen speelden, omdat die logica's vandaag nog altijd voor een groot stuk meespelen. Ja, u verwijst inderdaad naar de jaren 60 en 70. Dat is al een behoorlijke periode geleden. Het is natuurlijk uw vakgebied, maar hebt u nog veel research moeten doen om dit boek te schrijven? Hebt u nog bijkomend onderzoek gedaan? Ik heb bijkomend onderzoek gedaan in die zin. Ik heb veel kranten doorgenomen nog om op de hoogte te zijn van vooral de meest recente staatshervorming, wat er precies over werd gezegd. In het verleden kan je wel wat gaan baseren op wat er al voorhanden is.
om het boek wat meer te gaan stofferen. Maar ik ben mij heel sterk ook gaan baseren op getuigenissen, biografieën van eerste ministers bijvoorbeeld. Daar stond heel wat informatie in. Bijvoorbeeld de biografie van Wilfried Martens. Dat was denk ik een grote schat aan informatie. Ook die van Jean-Luc Dehaene. Dus daar kan je heel wat details nog vinden die je misschien die wat vergeten zijn gegaan. Maar daar is wel wat extra werk nog aan te pas gekomen. En bovendien heb ik mij ook vaak sterk gebaseerd op de colleges die ik geef, waarbij ik ook af en toe een aantal gasten uitnodig. Gastsprekers die betrokken waren bij het opzetten van de eerste financieringswet bijvoorbeeld. De zogenaamde Toshiba Boys, die zijn ooit langs geweest in mijn lessen. En daar heb ik eigenlijk ook zeer veel van opgestoken. Hè. Informatie die je dan krijgt van achter de schermen, die nergens staat neergepend. Hè. Bijvoorbeeld ook rond de zesde staatshervorming. De ganse discussie om de kinderbijslag over te hevelen. Ja, dat is voor een stukje natuurlijk altijd een wens geweest van heel wat Vlaam-nationalisten om aspecten van sociale zekerheid naar de deelstaten over te hevelen. Maar die Vlaam-nationalisten waren niet betrokken bij die zesde staatshervorming. Toen was er eigenlijk op een bepaald moment blijkbaar bij de onderhandelaars de drijfveer om kinderbijslag over te hevelen was eigenlijk de vraag van kijk, wij moeten naar buiten toe toch een serieus pakket aan bevoegdheden kunnen voorstellen. Wij moeten een groot geldbedrag kunnen naar buiten brengen als het bedrag dat we overhevelen naar de deelstaten om eigenlijk duidelijk te kunnen maken wij zijn hier bezig met een grote staatshervorming. En dat was eigenlijk de drijfveer voor een aantal van die onderhandelaars om die kinderbijslag over te hevelen. Hij heeft dan enkele miljarden kunnen overhevelen in één keer. En dat was voor sommigen voldoende, niet zozeer vanuit Vlaam-nationalistische overtuigingen, om die kinderbijslag over te hevelen. Nee, wij moeten dat buiten toe kunnen verkopen. Want kijk, dit is een serieuze sprong die we doen, dit is een serieuze staatshervorming die we afsluiten. Eentje waar de Vlaam-nationalisten niet zijn bij betrokken, maar waar we toch een groot bedrag geld kunnen overhevelen. Wij zijn minstens even goed als die Vlaam-nationalisten in hun wensen en in het overhevelen van bevoegdheden. Dat was een beetje de drijfveer achter die overheveling van die kinderbijslag. Zijn dingen die je niet... Ja, krijgt te lezen in kranten of in boeken, maar die ik wel op deze manier meegekregen heb via allerlei gastlessen die gebeurd zijn binnen het College Belgisch Federalisme, wat ik geef aan de UGent. Een soort van interviews bijna, zou je kunnen zeggen. En op die manier heb ik toch ook wel heel wat informatie verzameld, ook van een aantal experts, als het gaat over een financieringswet, iemand als Willem Sas is gepasseerd, André de Koster is bij ons al gepasseerd. En daar steek je elke keer wel wat van op. En dat komt af en toe dit boek ook te goede, denk ik. Wat zijn volgens u de belangrijkste misvattingen die mensen hebben over de Belgische staatsinrichting? Wel dat het vooral met nadelen komt. Hè. Als je spreekt over staatshervorming, dan denken mensen vooral aan een aantal negatieve zaken, namelijk het is duur. Die staatshervorming, denk aan al die regeringen die er zijn in ons land als gevolg van die staatshervormingen. Het is ongelooflijk ingewikkeld en het is ook ingewikkeld. Hè. Het is, dat ga ik niet onder stoelen of banken steken. Het is zeer ingewikkeld. Vandaag de dag zijn er ministers die nog ontdekken dat bepaalde bevoegdheden eigenlijk al 30, 35 jaar federaal worden uitgevoerd, niet tegenstaan ze eigenlijk al 30, 35 jaar zijn geregionaliseerd. We hebben nog federale ambtenaren op dit moment. Dit is geen gezever, heb ik pas nog vernomen. Er zijn nog federale ambtenaren die eigenlijk deelstatelijke bevoegdheden op dit moment uitoefenen. Niet tegenstaande we al sinds 1980 over bepaalde materies een akkoord hebben gesloten naar de deelstaten die moeten uitoefenen, zijn er vandaag nog ambtenaren op het federaal niveau die bevoegdheden daadwerkelijk uitoefenen. Omdat niemand eigenlijk wist dat die bevoegdheid in 1980 was overgeheveld. Enfin, om maar te zeggen, het is ongelooflijk ingewikkeld. En dat begrijp ik ook. Veel mensen zeggen het is ingewikkeld, het is duur. Het zorgt ook voor paraplu-politiek. Hè? Namelijk politici die hun paraplu openzetten van kijk, wij zijn misschien wel bevoegd, maar we zijn niet alleen bevoegd. Ook andere deelstaten zijn bevoegd of overheden zijn bevoegd. Waardoor uiteindelijk vaak geen oplossingen komen. Dus ik begrijp dat vooral die nadelen heel sterk worden benadrukt. En bovendien, als men die nadelen benadrukt, gaat men vaak ook nog eens die nadelen misschien wat onterecht gaan uitvergroten. Ik verwijs vaak naar de coronacrisis. De coronacrisis, zegt men vaak, het federalisme heeft daar een negatieve rol in gespeeld. Namelijk, dat heeft de aanpak van de coronacrisis bemoeilijkt. Is dat zo? Wel, als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek achteraf, blijkt inderdaad dat de snelheid van reactie in federale staten op dergelijke gezondheidscrisissen iets trager is. Niet extreem veel trager, maar wel ietsje trager. Dat is waar. Maar als je kijkt naar het aantal coronadoden, dan is het aantal coronadoden in federale staten niet meer of niet hoger
dan in niet-federale staten. Er zijn federale staten die het goed hebben gedaan. Australië bijvoorbeeld, Canada. Er zijn federale staten die het bar slecht hebben gedaan. Denk aan de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar zeer veel coronadoden zijn gevallen. Dus onderzoek lijkt aan te geven dat of je nu in een unitaire of een federale staat woont, dat heeft geen impact gehad op het aantal coronadoden bijvoorbeeld. Dus om zomaar te zeggen, ja, het federalisme heeft, heeft corona negatief benadeeld. Nee, dat is niet zo. Wat er wel heeft voor gezorgd dat er veel coronadoden vielen was, bijvoorbeeld het aantal ouderen in uw samenleving. Als je met een leeftijdsstructuur zit in uw samenleving waar zeer veel oude mensen in aanwezig zijn, ja, dan heb je automatisch meer coronadoden gehad. Als je op een eiland ligt, denk aan Nieuw-Zeeland, dan kon je makkelijker je grenzen sluiten voor corona. Ja, dan kon je dat makkelijker gaan doen. Ook toeval speelde een rol. Hè. Bijvoorbeeld, corona is eerst aan land gekomen in Europa, in Italië. Maakte dat wij ons in België onder andere, maar ook in andere landen van Europa, wat konden voorbereiden. Wij wisten al ongeveer wat er ging gebeuren. Die Italianen maakten allerlei dingen mee die zeer onverwacht waren in Italië, maar wij konden ons al een beetje gaan voorbereiden op wat er kwam. Dus in die zin, er wordt zeer veel nadruk gelegd op de nadelen. Nadelen worden volgens mij ook onterecht een beetje uitvergroot. En ik vind dat er ook te weinig aandacht is voor de voordelen. Hè. En die voordelen van het federalisme komen weinig voor in het debat. Hè. Voordelen van het federalisme zijn bijvoorbeeld dat je beleid op maat kan gaan realiseren. Als je oudere werklozen hebt in Vlaanderen en jongere werklozen hebt in Franstalig België, in Brussel en in Wallonië, ja, dan kan je daar een ander beleid gaan voeren. Beleid op maat, dat is efficiënter, noemt men dat vaak. Je kan ook bijvoorbeeld gebruik maken van deelstaten als soort van ja, labo's van beleid. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de zomervakantie. In Franstalig België hebben ze het aangedurfd om die zomervakantie in te korten. In Vlaanderen durven we dat op dit moment nog niet. Maar alle wetenschappers zeggen eigenlijk, je moet dat doen. Dat is de meest goedkope manier om betere onderwijsresultaten te krijgen. Nee, het kost geen geld om het te gaan doen, die zomervakantie in te korten, dus doe dat maar. Je gaat zeer veel leerwinsten gaan boeken. Alleen, ja, moet je misschien eens kijken naar dat Franstalige voorbeeld. En als we zien dat dat goed werkt, als we zien dat de leerresultaten, de leerwinst groter is in Franstalig België, misschien als gevolg daardoor, als gevolg van die inkorting van die vakantie, dan gaan we misschien in Vlaanderen toch op een bepaald moment beseffen, ja, misschien moeten we dat ook wel eens gaan doen. Dat zie je ook aan de zorgverzekering. De zorgverzekering, een systeem dat in Vlaanderen bestaat. Een systeem dat zeer goed werkt, denk ik. Waar zeer veel mensen content van zijn. Het is een manier om je ouderen wat extra zorg aan te leveren. Ja, in Franstalig België en vooral dan in Wallonië kijkt men daar eigenlijk ook met ja, een beetje jaloezie naar. Men zou dat ook graag gaan overnemen in Wallonië. Alleen is het daar ja, wat moeilijker betaalbaar op dit moment. Dus allee, federalisme heeft ook voordelen. Hè. Je kunt ook dichter bij de mensen gaan besturen en zo verder. Dus ik vind dat die voordelen iets te weinig aandacht krijgen. En het grootste voordeel is natuurlijk, als je het een beetje vanuit Belgische bril bekijkt misschien, is toch wel nog altijd het feit dat federalisme ervoor heeft gezorgd dat het aantal communautaire conflicten in de federale regering heel sterk is afgenomen. De dag van vandaag, communautaire conflicten, je hoort er niet zoveel meer over. Sommigen zullen zeggen, ja, dat is de pers die eigenlijk geen communautaire conflicten meer wil aan bod laten komen. Dat hoor je soms binnen de Vlaamse beweging. Ja, fijn, ik durf daar niet te veel in mee te gaan. Wat ik wel vaststel is dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het aantal communautaire conflicten in de federale regering sinds 1970 is afgenomen door de introductie van het federalisme. En dat was oorspronkelijk de bedoeling, een soort van pacificatie gaan realiseren, zorgen dat er niet te veel communautaire conflicten meer zijn, opdat eigenlijk die regering zich met de echte problemen van de mensen kan bezighouden, de dagdagelijkse problemen van de mensen zou kunnen bezighouden. Dus er zijn heel wat voordelen aan dat federalisme proces en aan dat Belgisch federalisme, en die worden ja, volgens mij iets te weinig benadrukt. En het zijn vooral de nadelen die het publieke debat halen. En dat is volgens mij een beetje een misvatting, en die ook wel in het boek wat tracht te counter. U verwees daarnet naar andere landen, onder andere Canada noemde u als federaal land. Ik begon me dan af te vragen van van hoezeer verschilt het federalisme in België van andere federale staten, van hun inrichting? En zelfs in die mate dat ik me dan afvraag van zijn er bepaalde zaken aan het Belgisch federalisme die als voorbeeld kunnen dienen voor andere federale staten? Maar je hebt in eerste instantie gelijk dat het zeer specifiek is. Hè. Het Belgisch federalisme is uniek in hoe het eruit ziet. En om dan te zeggen,
Zijn er dingen aan het Belgisch federalisme die als voorbeeld kunnen dienen voor andere federaties? Maar niet per se. Ik denk dat elk federalisme op zich staat. Dat is nu eenmaal zo. Er bestaat niet zoiets als de federale staat. Er zijn veel verschillende soorten federaties. En dat is allemaal een soort van een beetje maatwerk. Het heeft ook te maken met de geschiedenis. Bepaalde federale staten ontstaan eerder, wat ik zou noemen, uit liefde. Omdat men elkaar graag ziet, omdat men dingen samen wil doen. Dat zijn de klassieke oude federale staten. Denk aan de Verenigde Staten, denk aan Zwitserland en zo verder. Dat zijn de klassieke federale staten. Die hebben een andere ontstaansgeschiedenis, een andere genese. Men noemt dat dan eigenlijk het centripetale federalisme. Men streeft eigenlijk die samenwerking na. Terwijl België eigenlijk een moderne federale staat kunnen noemen. Samen met Spanje bijvoorbeeld. Dat is een voorbeeld van een moderne federatie. En typisch aan die moderne federaties is dat ze eigenlijk ontstaan zijn uit eenheidsstaten, unitaire staten, die dan afgebrokkeld zijn naar federale staten. Dat zijn de centrifugale federale systemen. En dus dat maakt die voorgeschiedenis dat we eigenlijk, denk ik, weinig kunnen zeggen. Je kunt ervan bijleren van een ander politiek systeem. Elk federaal systeem staat op zich. En dat is ook de reden waarom het boek Only in Belgium heet. Namelijk, een van de redenen waarom ik het zo heb genoemd, waarom ik die titel heb gekozen, is omdat het zo uniek is. En omdat je volgens mij ook niet per se naar het buitenland moet kijken om problemen in België met ons federaal systeem op te lossen. Je kan dat niet zomaar. Denk bijvoorbeeld aan Duitsland. We kijken soms naar Duitsland om te zeggen, van kijk, daar bestaat een systeem waarbij de federale overheid beslissingen kan opleggen aan de deelstaten. Men noemt dat een hiërarchie der normen. Noemt men dat ook vaak in het huidige politieke debat, is dat een beetje aanwezig. Er zijn partijen die in België zo'n systeem willen integreren, namelijk een hiërarchie der normen waarbij de federale overheid, als de deelstaten niet uitgeraken, als er discussies zijn rond CO2-uitstoot, omdat Europa eist dat we onze CO2-uitstoot gaan beperken, de deelstaten moeten daar overeenstemming over vinden van wie doet wat en wie doet welk deel van de inspanning. Zijn er mensen die zeggen, van kijk, het federale niveau moet er dan over beslissen, zoals in Duitsland bijvoorbeeld, het federale niveau beslissingen kan opleggen aan de deelstaten. Ja, dan denk ik, dan werkt dat misschien in Duitsland, omdat dat een federatie is die ook wel wat meer uit liefde tot stand is gekomen dan uit noodzaak, zoals bij ons. Dan denk ik, bij ons zal dat moeilijk werken. Beeld u dat in, dat een federale regering, stel u voor, met een misschien een meerderheid aan Franstalige kant, maar geen meerderheid aan Vlaamse kant, dat die federale regering dan moet beslissen dat Vlaanderen zeer veel CO2-uitstoot moet gaan minderen. Ja, dan denk ik, dat zou moeilijk zijn. Dus ik denk, zo'n systemen, die gaan volgens mij het communautaire conflict eerder gaan aanwakkeren dan dat ze het communautaire conflict gaan afkoelen. En dat is dat de bedoeling van ons federaal systeem, namelijk communautaire conflicten gaan afkoelen. We willen er minder. Ik denk, als je zo'n hiërarchie der normen gaat kopiëren vanuit andere landen, dan denk ik dat dat zeer moeilijk wordt om dat communautaire conflict te gaan milderen. Je gaat extra brandstof op het communautaire conflict gaan gieten, eerder dan dat je eigenlijk voor oplossingen zorgt. Dus ik ben daar een beetje bang voor, van mensen die zeggen, we moeten veel bijleren uit het buitenland en federale systemen kunnen bijleren van elkaar. Het federalisme, dat bestaat niet. En elk federaal systeem werkt op zich zoals het werkt. En ik geloof dus bijvoorbeeld niet dat je die samenwerking bij ons in allerlei structuren kunt gieten, zoals een hiërarchie der normen. Ja, ik geloof daar eigenlijk niet in. Dat zal bij ons niet werken. Dat gaat in tegen onze genese. Dat gaat in tegen de manier waarop ons federaal systeem tot stand is gebracht. En de reden waarom het ooit tot stand is gebracht, namelijk op een of andere manier België nog laten samenwerken, zo goed als mogelijk. Maar allee, nogmaals, systemen waar zoiets zou kunnen werken in een hiërarchie, dat zijn federale systemen die er zijn gekomen omdat die deelstaten echt met elkaar wilden samenwerken. Bij ons is het eerder een omgekeerde dynamiek. Ze is er gekomen omdat we denken, we doen beter dingen apart, omdat het samen niet meer lukt. U beschrijft dat die staatshervormingen ervoor zorgen dat er communautaire vrede is, maar ik vraag me dan af, zijn ze ook mede oorzaak dat we soms spreken over het gestolde land en dat we voor de eeuwige status quo gaan? Zorgt onze staatsinrichting ervoor dat er eigenlijk nog weinig mogelijk is en dat er daardoor misschien ook weinig discussies zijn? Ja, deels wel, denk ik. Die pacificatiedemocratie. Eigenlijk staatshervorming of federalisme is een soort van alternatieve vorm van wat men ook wel eens pacificatiedemocratie noemt. En dat werkt traag en dat werkt met compromissen. Met wederzijdse instemmingen. Franstaligen en Nederlandstaligen moeten akkoord gaan over beslissingen die worden genomen. En dat maakt het inderdaad niet eenvoudiger om grote sprongen te maken. Dus ik denk dat het daarvoor een stukje te maken heeft. Dat is de prijs van het federalisme misschien. Sommigen gaan dan zeggen, we moeten verder gaan decentraliseren.
dat zou een eventuele oplossing kunnen zijn. Ik denk aan de confederalismeplannen die, die er zijn. Dat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn. Anderzijds wil ik daar ook wel een nuance bij plaatsen. Namelijk zeggen dat er in België niks meer mogelijk is, vind ik misschien ook wel een stapje te ver. Hè. Als je kijkt naar de regering Michel bijvoorbeeld, en ik bekijk het sociaal-economisch, dan is dat wel een regering die ja, heel straffe beslissingen heeft genomen in sociaal-economisch. Ze heeft de pensioenleeftijd verhoogd. Dat is niet eenvoudig, de pensioenleeftijd verhogen. Dat stond niet in de partijprogramma's, toch hebben ze dat gedaan. Men heeft een indexsprong doorgevoerd. Ook niet eenvoudig in ons Belgisch politiek landschap, hè, met al die sociale partners erbij nog eens, om een indexsprong door te voeren, heeft men gedaan. Men heeft de personenbelasting verlaagd in de regering Michel, en men heeft de vernootschapsbelasting verlaagd in de regering Michel. Dus om te zeggen dat er niks meer mogelijk is op het federale niveau, ik denk dat dat wat overdreven is. Ik denk dat het verleden aantoont dat het wel nog kan, alleen kan het misschien niet meer op de manier zoals het zou moeten. In een typische federale pacificatiedemocratie, namelijk met wederzijdse instemming van Franstaligen en Nederlandstaligen. Grote hervormingen die in Michel zijn doorgevoerd, de regering Michel zijn doorgevoerd, ja, dat zijn hervormingen die men eigenlijk heeft doorgevoerd zonder instemming van de Franstaligen. Hey, want de Franstaligen zaten in een serieuze minderheidspositie in die federale regering. Dus ik denk inderdaad, ik denk dat het federaal nog mogelijk is, alleen is het niet meer mogelijk op die manier zoals het misschien zou moeten, namelijk met wederzijdse instemming van de deelstaten. Dat is toch iets wat een stukje moeilijker is geworden. Hè. Als je kijkt naar de regeringen die de laatste decennia zijn gevormd, dan zijn dat vaak regeringen met een minderheid aan één of andere kant van de taalgrens. Hè. Minderheid aan Franstalige kant, minderheid aan Nederlandstalige kant. En dat is toch iets wat we wel een beetje zien, steeds meer, en waardoor je toch wel wat vragen kunt stellen bij, ja, werkt het eigenlijk nog zoals het zou moeten werken? Dus ja, het werkt het gestolde land wel een beetje in de hand, denk ik. Dat is de prijs die je betaalt om België bij elkaar te houden. De vraag is natuurlijk, vind je dat belangrijk? Hè? Vind je het belangrijk dat België bij elkaar blijft? Mensen die dat belangrijk vinden dat België bij elkaar blijft, die willen die prijs betalen. Mensen die dat niet belangrijk vinden, Vlaamsgezinden, vinden dat iets minder belangrijk natuurlijk, dat België bij elkaar blijft, die zijn het beu om die prijs te gaan betalen. En de vraag is, ja, wat wil je? Hè? Dat is ook een ideologische kwestie natuurlijk. Hè? Wil je vasthouden aan België? Of wil je niet vasthouden aan België? Ja, ik denk dat de grote uitdaging misschien nog altijd ook ligt bij... Ik denk dat het confederalismeplan een visie is om eventueel met dit gestolde land om te gaan. Het is de uitdaging, denk ik, van de tegenstanders van het confederalisme om een alternatief op tafel te leggen. Aan te tonen dat België wel nog kan werken. Dat is denk ik de grote uitdaging die Belgische gezinnen, denk ik, op dit moment hebben. Zij moeten trachten aan te tonen dat België op een of andere manier nog kan werken. Zoals het zou moeten werken. Dus als je België wil behouden, ga je toch denk ik moeten kunnen aantonen van kijk, er zijn nog wegen, mogelijkheden, denkbaar om België werkbaar te houden en om toch nog grote beslissingen te nemen in dit moeilijke land. Belgisch federalisme is er dus duidelijk gekomen omdat we aan beide kanten van de taalgrens verschillend denken over bepaalde zaken. Maar hoe verschillend denken Vlamingen en Franstaligen dan effectief over die staatsinrichting zelf? Zijn we daar ook uit elkaar gegroeid? En bemoeilijkt dat hoe we daar nog verder moeten ingaan? Er zijn al termen gevallen zoals herfederaliseren of confederalisme en dergelijke. Maar ja, hoe groot zijn die verschillen en zijn die verschillen te groot geworden om er samen nog uit te komen? De eerste vraag is, heeft men er zin in een staatshervorming als beide kanten van de taalgrens? En in die zin zijn die verschillen misschien minder groot geworden, want langs beide kanten van de taalgrens heeft men er niet altijd meer evenveel zin in om aan staatshervorming te doen, wat vroeger wel een serieuze tegenstelling was. Vroeger was het aan Vlaamse kant zeer logisch om over staatshervorming te spreken. Iedereen wilde meer en meer bevoegdheden aan de deelstaten gaan overhevelen. Aan Franstalige kant stond men dan wat op de rem. Dat was ongeveer de tweedeling die er was. Maar nu lijken Nederlandstalige en Franstalige partijen daar misschien wel wat meer op elkaar dan in het verleden. Namelijk ook aan Vlaamse zijde zijn er nu mensen die denken van goh, staatshervorming, daar gaan we ons niet mee bezighouden. En misschien als er staatshervorming moet komen, moet er dan geherfederaliseerd worden. En dat is een meer Belgisch gezinde kijk op de zaken die je misschien vroeger eerder aan Franstalige kant had verwacht. Die bestaan nu dus ook aan Vlaamse kant. Dus in die zin zijn ze wat meer op elkaar gaan gelijken, denk ik, de meeste politieke partijen. Ik denk ook wel dat er een grote overeenstemming is bij heel veel partijen om het systeem wat eenvoudiger te maken. Die vierledigheid is toch een systeem wat me vaak naar voren schuift, zowel aan Nederlandstalige als Franstalige kant. Denk ik, er zijn niet zo heel veel partijen meer die per se willen vasthouden aan die bipolaire structuur waarbij men met gemeenschappen werkt, wat men in Vlaanderen vooral heel erg belangrijk vond in het verleden. Ik denk dat er heel wat
ja, Nederlandstalige of Vlaamse partijen al wel mee zijn in die versterking van de gewesten. Ook een versterking misschien zelfs van het Brussels gewest, hè, wat vroeger ondenkbaar was aan Vlaamse kant. Wordt steeds meer denkbaar, omdat men ook wel beseft, Brussel dat heeft iets, dat heeft een eigen identiteit ontwikkeld. Hè. Brussel dat is iets apart geworden. Die politiek in Brussel stelt ook meer en meer, stelt zich ook wel meer en meer. Hè. Probeert wel meer en meer tussen te komen, ook in allerlei Belgische debatten en zo verder. Dus ik denk dat er eigenlijk naar architectuur van ons land ja, wat meer overeenstemming is gekomen langs beide kanten van de taalgrens. Wil dat zeggen dat we per se allebei staatshervorming willen. Ik denk dat de posities steeds meer gelijklopend zijn geworden, zowel aan Franstalige als Nederlandstalige kant. Maar de wil, de goesting, de nadruk die men legt op het belang van staatshervorming, die is toch nog altijd wel groter bij Vlaamsgezinde, bij Vlaamse partijen in het algemeen, en zeker bij de Vlaamsgezinde partijen. CD&V heeft een zeker deel van CD&V wil nog altijd heel sterk aan staatshervorming gaan doen. En natuurlijk zijn er de V-partijen, Vlaams Belang en N-VA, die natuurlijk wel de grootste partijen zijn in Vlaanderen. Je mag dat niet vergeten, die halen bijna de helft van de kiezers binnen bij verkiezingen, wellicht in 2024. Dus allee, de wens om aan staatshervorming te doen is groter, denk ik, nog altijd aan Vlaamse kant dan aan Franstalige kant. Maar als je kijkt naar de werkelijke posities, die ideeën die men erover heeft, dan denk ik dat die wel meer gelijklopend zijn dan in het verleden misschien. Denk aan het herfederaliseringsidee. Dat is een idee dat ook aan Vlaamse kant zijn intrede heeft gedaan. En ja, dat is toch iets wat eerder leek op Franstalige leest geschoeid te zijn in het verleden. Verwacht u dan een zevende staatshervorming na de volgende verkiezingen? Of denkt u van, het zal opnieuw een regering worden of een regeerperiode worden zonder staatshervorming? Ik kan daar eigenlijk niks zinnigs over zeggen, maar ik ga proberen daar toch iets zinnigs over te zeggen. Allee, bedoel, dat is sowieso een beetje voorspellen, hè, wat je moet doen. Maar mijn voorspelling zou kunnen zijn dat het er wel van komt. Het zal niet met een grote knal zijn. Hè. Het zal geen confederalisme zijn of een terugkeer naar het unitaire België. We gaan geen dat hebben we ook nooit gedaan, hè, in het verleden. De staatshervorming, dat stap per stap werken. Dus het zal misschien een staatshervorming worden, of als het eentje wordt, zal het een stap per stap staatshervorming zijn, een aantal dingen gaan worden overgegeven naar de deelstaten misschien. Maar ik denk dat men misschien bij de N-VA denkt van kijk, wij gaan proberen binnen te geraken in die federale regering. Het is uiteindelijk wel de doelstelling, denk ik, nu van de N-VA, in tegenstelling tot vroeger, tot 2014, om daadwerkelijk een staatshervorming op tafel te leggen wanneer ze deel zouden uitmaken van de federale regering. De vraag is alleen, hoe geraken we in die federale regering voor N-VA? En men zou kunnen zeggen, we gaan gebruik maken van die Vlaamse regering om in die federale regering te geraken en daar een staatshervorming af te dwingen. Ik keer een keer terug in de geschiedenis, 2001, vijfde staatshervorming. Er was toen eigenlijk de nood om in Vlaanderen de Volksunie mee aan boord te halen van die Vlaamse regering. En de Volksunie zei toen, oké, wij willen dat doen, maar dan moet er federaal een staatshervorming komen. En als je een beetje kijkt naar die Vlaamse verkiezingen, dan zou het kunnen zijn dat de N-VA in een positie terechtkomt waarbij ze dat ook voor een stukje zou kunnen gaan doen. Stel dat Vlaams Belang zeer groot wordt en N-VA 20% blijft halen. Ja, dan zou het kunnen zijn dat men bij N-VA zegt van kijk, als jullie federaal beste Vivaldi-partijen opnieuw Vivaldi 2 willen doen, dan zou het kunnen zijn dat zij bij N-VA zeggen van oké, doe maar federaal, maar dan moet je op ons ook niet rekenen om een Vlaamse meerderheid te maken. Dan moet je misschien maar een Vlaamse meerderheid maken met Vlaams Belang. Dan moet je dat cordon maar zelf gaan doorbreken. Dus dat zou de stok achter de deur kunnen zijn om alsnog binnen te geraken in die federale regering. N-VA zal misschien niet groot genoeg zijn en niet zwaar genoeg wegen in die Kamer, niet genoeg zetels hebben in die Kamer om echt ja, onmisbaar daar te zijn. Maar doordat ze in Vlaanderen samen met Vlaams Belang zeer groot zouden kunnen worden, zal het misschien moeilijk worden om in Vlaanderen een regering te maken zonder de N-VA. En dan moet je gaan kijken naar Vlaams Belang. En die, ja, de Vivaldi-partijen gaan het natuurlijk niet willen. Hè. Een cordon gaan doorbreken, dat gaan zij nooit gaan doen. Dus gaan zij misschien moeten gaan kijken naar een of andere manier om toch samen te werken met de N-VA. En de N-VA zou kunnen zeggen, oké, in Vlaanderen samenwerken, wel, dan willen wij ook federaal samenwerken. Het enige nadeel aan die strategie is dat de Vlaamse formatie ook lang zou kunnen duren. En voor een Vlaams nationalist is dat niet leuk om te zeggen. We hebben Vlaams zelfbestuur niet gecreëerd om ellenlange formaties te gaan voeren, natuurlijk. Maar het zou misschien wel kunnen. Hè. Ik denk dat ook Bart De Wever daar in een debat een tijdje geleden bij KNAK daarop alludeerde. Het werd toen een beetje geïnterpreteerd als het is een manier om te zeggen
Bart de Wever dreigt hier met een, als er een Vivaldi 2 komt, dreigt hij met een, het doorbreken van het cordon op Vlaams niveau. Ik denk dat het eerder was een soort dreigement om te zeggen van kijk, wij gaan die Vlaamse regering dan ook gaan gebruiken als stok achter de deur om federaal binnen te geraken. Wij gaan niet per se dat cordon gaan doorbreken, maar we gaan wel niet met jullie gaan samenwerken in Vlaanderen als jullie niet met ons willen samenwerken op het federale niveau. Dan moet je plan maar trekken in Vlaanderen en moet je zelf maar het cordon gaan doorbreken en met Vlaams Belang gaan samenwerken of misschien met de PTB een meerderheid gaan vormen. Maar wij gaan u geen meerderheid meer gaan bezorgen op het Vlaamse niveau. Ik denk dat dat de bedoeling is, namelijk die Vlaamse formatie gaan inzetten om federaal aan boord te kunnen geraken en dan een staatshervorming te kunnen realiseren. En komt die er dan? Ja, ik denk het misschien wel. Maar dat zal geen niet met een knal zijn, zoals ik daarnet zei. Dat zal heel beperkt zijn. Dat zal bicefaal zijn, zoals men dat noemt. Dat gaat gaan over het uit elkaar trekken van bevoegdheidspakketten. Maar die gaan nog federaal blijven, minstens voor 5 jaar. En misschien nadien dan naar de deelstaten worden doorgeschoven. Dus een minimale staatshervorming, misschien wel, als N-VA erin slaagt om, ja, om die Vlaamse stok achter de deur, zeg maar, die Vlaamse regeringsdeelname, om die te gaan gebruiken om eventueel federaal binnen te breken. Maar ik grijp dan terug naar iets waar ik moest aan denken tijdens het lezen van het boek, namelijk de invloed van de publieke opinie op staatshervormingen. We zitten dan nu recent, heeft het laatste nieuws daar gegeven dat ze uit hun data hebben uitgehaald dat bijna de helft van de Vlamingen streeft naar een vorm van meer autonomie, meer confederalisme en dergelijke van. Maar hoe sterk is de invloed van die publieke opinie op staatshervormingen en op onze staatsinrichting? Enerzijds, anderzijds zou ik zeggen, niet zo sterk in die zin dat staatshervormingen, daar wordt in campagnes niet over gesproken. Dus we gaan als publieke opinie eigenlijk de partijen niet in een bepaalde richting kunnen sturen bij de verkiezingen, want er is eigenlijk geen debat op dit moment over staatshervorming. Dus in die zin zal je geen signaal kunnen ontdekken, zal de kiezer misschien niet automatisch een boodschap kunnen geven. Anderzijds natuurlijk, ja, als je kiezer stemt voor partijen die dat heel uitdrukkelijk in een programma hebben staan, dan is dat ook wel duidelijk natuurlijk. Hè. En dan verwijs ik onder andere naar die percentages die altijd zeer laag liggen. Hè. Vaak gaat het over 10% die kiest voor Vlaamse onafhankelijkheid als je het hen vraagt. Maar als je natuurlijk kijkt naar de partijen voor wie ze stemmen, hè, Vlaams Belang en VL, zijn partijen die heel uitdrukkelijk zeggen in hun programma's, in een statuten, wij zijn voor een onafhankelijk Vlaanderen. Dus in die zin is die impact er denk ik wel, hè, van de kiezer op wat er uiteindelijk zal gaan gebeuren. We spreken er niet veel over in de campagne, maar typisch is dat op de avond van de verkiezingen zelf, in het eerste debat dat zal komen tussen de partijvoorzitters, ik durf er bijna gif op innemen, dat een van de eerste thema's zal zijn, die zal worden aangekaart, komt er een staatshervorming? De eerste vraag zal zijn, wordt cordon doorbroken, als het mogelijk is? En de tweede vraag zou wel eens kunnen zijn, komt er dan een staatshervorming? Dus de impact van de publieke opinie is er in die dat ze wellicht een stem geven aan Vlaamsgezinde partijen en op die manier kunnen wegen op de staatshervorming en op de vraag of die staatshervorming er al dan niet zal komen. Ik denk dus wel dat er over zal gesproken worden en dat de publieke opinie daar zeker een stem in heeft. De vraag is natuurlijk wat ze wil, dat is niet helemaal duidelijk. Nogmaals, die bevragingen wijzen meestal op 10% willen Vlaamse onafhankelijkheid. Bij het laatste nieuws kwamen op 40%. Ik denk dat daar een aantal methodologische verklaringen voor zijn waarom men op die 40% landt. Het gaat een beetje in tegen wat we al altijd weten. Het 20 jaar onderzoek of langer onderzoek, decennia lang onderzoek, wijst op die 10-15% van de Vlamingen die daar voorstander van is, daar plots met 40% komen. Dat doet wetenschappers een beetje twijfelen aan de methode die wordt gehanteerd in dat soort onderzoek. Maar je kan natuurlijk niet onderuit aan de vaststelling, nogmaals, dat er veel mensen voor Vlaams Belang stemmen, veel mensen voor N-VA stemmen. Dat zijn partijen die daar heel uitdrukkelijk een boodschap over hebben over die Vlaamse onafhankelijkheid. Zij willen dat. Dus ja, die 10-15% is misschien ook wel een beetje een onderschatting in die zin dat stel dat je daar echt een referendum zou gaan rondorganiseren, dan denk ik dat je daar aan meer dan 10-15% geraakt die daar voorstander van is. Dus ik denk dat er inderdaad wel wat methodologische verklaringen zijn om die 40% te gaan verklaren. Maar die 10-15% is misschien een onderschatting. Wanneer je het eigenlijk het thema heel erg hoog op de agenda zou zetten, dan zou het misschien wel kunnen dat er toch wel wat meer mensen daar voorstander van zijn. Tot slot een vraag die ik aan de meeste van onze auteurs stel. Laat ons veronderstellen
Ik heb hier 3 exemplaren van uw boek en u gaat nu 3 personen kiezen aan wie ik het boek ga cadeau geven. Maar als op het moment dat ik ze geef, zeg ik van, u krijgt dit, maar u hebt nu de verplichting om dit te lezen. Welke 3 personen moet ik dan gaan bezoeken met uw boek? Ja, dat is een moeilijke vraag. U had mij die vraag vooraf moeten doorspelen, dan kon ik erover nadenken. Dus het is leuker als ik er mensen mee verras, eigenlijk. Ja, dat zou wel. Ik denk de koning misschien. De koning die nog altijd een zekere rol speelt in het formatieproces. Het is misschien wel ijdel om te denken dat de koning zoiets zou lezen. Maar in elk geval, hij speelt nog een rol in het formatieproces. Heeft ook de laatste formatie blijkbaar achter de schermen toch serieus getracht om N-VA en PS aan één tafel samen te brengen, omdat hij daar een oplossing in zag voor de communautaire toekomst van het land misschien. Dus in die zin zou dat misschien wel nog leuk zijn of interessant kunnen zijn om het aan hem te geven en aan zijn vrouw ook. Maar dan moet ik er nog 2 vinden. Ik denk ook aan... Sorry dat ik weer overdrijf misschien met de persoonlijke... Maar ook aan Alexander De Croo bijvoorbeeld. Ik vind de manier waarop men binnen Open VLD over het federalisme op dit moment denkt, vind ik niet altijd... vind ik een beetje vreemd soms. Namelijk de hiërarchie, de normen waar ik daarnet over heb gesproken, dat lijkt mij zeer moeilijk toepasbaar. Dat klinkt goed, dat bekt goed. Herfederaliseren, dat bekt allemaal goed. Maar als je daar eens wat dieper over nadenkt, dan denk ik dat heel moeilijk is om wat te gaan realiseren. Dan zou ik denken van, ja, bekijk dat eens en zeg er mij je gedachten over. Vind je dat nog altijd zo'n goed idee om dat te gaan doen? Of een haalbaar idee om dat te gaan doen? Ook omdat er in het federalisme eigenlijk... Ja, het federalisme is... Misschien wel een zeer liberale visie van kijken naar de samenleving. Concurrentieprincipes spelen heel sterk binnen dat federalisme of binnen die theorie van het federalisme. En die is gedreven door concurrentievermogen bijvoorbeeld. Dan denk ik dat je daar als liberaal meer mee kunt doen dan wat de liberale partij er op dit moment mee doet. Je kunt volgens mij een zeer liberale visie op de staatsstructuur gaan onderbouwen met heel wat theorie rond het federalisme. En wat men, de standpunten die men nu misschien inneemt, gaan in elk geval in tegen een klassieke visie op het liberalisme. Maar natuurlijk, ik kan me inbeelden dat er wat modernere visies op liberalisme ook bestaan. Dus ik denk dat daar vanuit het federalisme meer valt te doen met het federalisme dan er nu mee wordt gedaan. Dus ik zou het ook aan Alexander De Croo schenken. En tenslotte wil ik denk vooral aan mijn kinderen ook schenken, dat zijn de mensen die dicht bij mij wonen en zitten, en die zijn eigenlijk nog te weinig geïnteresseerd in politiek, naar mijn gedacht. Dus ik hoop dat ze op die manier iets overhouden, misschien later voor hun kinderen misschien, om te zeggen van kijk, daar is ooit een mens geweest, dat was dan mijn vader die daar ooit iets over heeft geschreven. En sommige mensen vonden dat interessant, andere mensen vonden dat misschien flauwekul. Maar in elk geval, er is een boek met de naam Boetika op. Een naam die je nergens ter wereld bijna kunt terugvinden. Maar hier, dit boek is er wel. En dat is leuk misschien voor mijn nakomeling. Vind ik een prachtig idee. Ik zal ze proberen allemaal te benaderen en te kijken wat hun antwoord is. En ik laat het u weten. In ieder geval, het is een boek dat aan te bevelen is aan iedereen die in politiek geïnteresseerd is. Aan iedereen die toch iets meer wil snappen over dit land. Over de zaken zoals u het soms ook in het boek noemt. Meest succesvolle, mislukte staat. Het is een naslagwerk. Het is interessant om heel veel details te weten te komen en anderzijds toch om heel veel begrip op te wekken. Dus ik kan het zelf alleen maar aanbevelen. Ik heb er zelf enorm van genoten. Ik heb ook enorm genoten van dit gesprek. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En ik hoop u, beste luisteraar, dat u er ook wat van hebt opgestoken en dat als u het boek nog niet gelezen hebt, dat u nu ongelooflijk zin krijgt om het te lezen. Dus rep u zeker naar erzberg.be en bestel het meteen. En heel graag tot de volgende podcast. Dag.